Hier woonden wij ergens. Dit is niet zo natuurlijk, hè. Dit is een andere type van gebouwen nu. Maar dat was toen echte Rotterdamse huizen. Hartelijk welkom bij de boekpresentatie van Andermans Land door Mehmet Akbulut. Mijn vader is eigenlijk een van de eerste gastarbeiders in Nederland. Hij is in 1964 naar Nederland gekomen. Hij heeft altijd gewoond in Eschruif en Deekwal, 51A. Daar heeft hij altijd gewoond. Ja. Ik moest altijd envelopjes schrijven, dus ik wist de adres uit mijn hoofd. Zijn vader leefde 14 jaar in Nederland voor hij zijn gezin en dus Mehmet liet overkomen uit Turkije. Geheel tegen de verwachting in werd het Turkse gezin dus ook een beetje Nederlands. Over deze periode schreef Mehmet het boek Andermans Land. In de tijd die mijn vader eerst naar Nederland was gekomen, was de bedoeling dat zij dus eerst wat zouden verdienen en dan terugkeren. Dat was de bedoeling, hè? Zij hebben eigenlijk gedacht van, we gaan eens iets rijker worden, een tractor kunnen aanschaffen en dan keren we terug en dan gaan we landbouw doen. Maar dat is alleen maar droom geweest. Een droom die niet is uitgekomen. Inmiddels heeft Mehmet zelf kinderen in Nederland gekregen. En ook die kinderen hebben alweer kinderen gekregen. Daarmee is hij een echte ervaringsdeskundige op het gebied van immigratie en integratie. Je moet je openstellen. Je moet niet bang zijn van de gevaren. Je bent er gewoon wat je bent. Dat kunnen mensen jou niet veranderen. Je moet jezelf zijn. Kom wanneer je wilt, kom een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Ben je een beetje trots op je vader? Een beetje? Nou, eigenlijk heel veel trots. Het mooiste vind ik dat hij van alles wat hem interesseerde een stukje erin heeft gezet. Dat ik heb wel even doorgebladerd en hij heeft over vroeger geschreven, maar ook over ons, over zijn kinderen, over zijn kleinkinderen. Dus alles zit erin en dat vond ik wel heel erg mooi.